Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier en vandaag ga ik het hebben over de nieuwe Quest, de V80. Uiteindelijk zal ook de V60 uitkomen, maar ik ga het nu eventjes over de V80 hebben, het paradepaardje van Quest. Dit is hem. Prachtige machine en hij is totaal anders als de Quests die je gewend bent en toch zit het hele questgevoel hierin. Wat is het questgevoel? Het questgevoel is dat hij voor iedereen is. Het questgevoel is dat je de metaaldetector aan kan zetten en met minimale veranderingen of met minimale persoonlijke instellingen perfect kan zoeken. Betekent dat dat deze die instellingen niet heeft? Jazeker, deze is zeer, zeer, zeer uitgebreid. Het is alleen zo gemaakt dat je met een 2 of 3 stappenplan gewoon kan zoeken. Daar kom ik straks op terug. Want straks kom ik even wat dichterbij. Laten we beginnen met de uitstraling. Ja, het is gewoon een prachtig, prachtige machine. De steel is uitschuifbaar door middel van draaiende camlocks, ronde stelen. Licht gewicht. Het handvat kan je door middel van een camlock naar voren en naar achteren schuiven. Er zit een opstaand randje aan, zodat hij niet heen en weer beweegt. Camlock sluiten, klaar. Dan hebben we de armsteun en ook die kan je in- en uitschuiven door middel van de schroefjes aan de onderkant. Ik heb de configuratie met de Blizzard 11 inch schotel, maar er komt ook een Blizzard 9 inch schotel. Opladen gaat via de USB-C poort. En het leuke van deze metaaldetector is dat niet alleen het opladen, maar ook het updaten via de PC en deze kabel gaat. Voor de mensen die graag in het donker zoeken, zit er niet 1, maar 2 leds in die recht op de schotel schijnen. Goed, van links naar rechts en van boven naar beneden. Ik ga er eventjes snel doorheen om gewoon even te laten zien wat zit erop. Bovenaan, de grootste balk is je ID. En die gaat van 0 tot 99. Daarin kun je zien wat je in de discriminatie of in de notch hebt. Hoe je je geluid hebt staan in 3 sectoren, in 5 sectoren, in 99 sectoren. Dat kan je allemaal hierboven in die balk zien. Als je een target hebt, dan geeft hij in het midden het grote nummer aan en dat is je target ID, je VDI. Dit rondje heeft te maken met grondbalans. Daar kan je aflezen hoeveel mineralisatie je hebt en hoe je metaaldetector daarop reageert. Daaronder zie je een soort klokje en daar staat op dit moment 79 en dat is je sensitivity. Feros BIOS en Hero, dat is een Essential setting for TX Power Recovery Speed Iron Volume en Gyro Sensor. Dus dat is al een hele mond vol. Daar ga ik jullie nu niet mee lastigvallen. Dan heb je bovenin een klok, batterijstatus of je licht aan en uit staat. Daaronder zie je een balkje, die is nu heel laag, maar die kan omhoog schieten. En dat is je target strength. Hoe hoger je bent, hoe dichter die bij de schotel zit, hoe lager je bent, hoe verder die van je schotel af is. Onderste knop intoetst, dan gaat hij van frequenties veranderen. 5 kHz naar 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 40 kHz, 60 kHz en Hyper-Q. Bij de instellingen. Bij de instellingen, de bovenste heb je Discrimination. Als je hem nog een keer indrukt, kan je kiezen Discrimination, TX Power, Recovery Speed en Programs. En daar kan je dus je eigen programma in doen. Nummers van de tonen. Als je die indrukt, kan je kiezen. Je kan kiezen tussen 2 tonen, 3 tonen, 5 tonen en 99 tonen. Je kan de Tone Space zelf invullen. Dus je kan zorgen dat je tone space ergens anders komt. Dus als je zegt van nou, van 0 naar 19 is lage toon, van 19 tot 59 is een hoge toon en van
60 tot 99 is een hoge toon. Maar dan kan je dus zelf custom veranderen. Dan kan je ook de toonhoogtes veranderen. Dus hoe hoog wil je ze hebben? Sommige mensen vinden lage toon heel vervelend. En dan kan je dus hier ook het aantal hertz intoetsen. Waardoor je toonhoogte van de bepaalde tonen hoger of lager klinken. Klinkt nu heel ingewikkeld. Als je ermee bezig bent, is het heel logisch. En dan heb je de toonvolumes. Het kan zijn dat jij de lage tonen niet zo hard wil horen. En de hoge tonen wel hard wil horen. Dan kan je hier dus de volumes van je bepaalde tonen invullen. De Ferrus bias. Dan hebben we de threshold. Die wordt in Nederland niet zoveel gebruikt. Maar er zijn natuurlijk wel mensen die dat willen. Dat is een basistoon. Dan hebben we een gyrosensor. En we hebben de manual ground balance. En dan de laatste setting. Dat is je display. De wireless audio kan je mee connecten. Je kan factory reset doen. En informatie over je software. En zoals jullie zien heb ik januari de 24e de laatste software erop gezet. Stel je voor, je vindt het nogal veel. Je denkt van zo, er zit wel veel op. Ga ik daar wel gebruik van maken? Heb ik dat nodig? Maar je wil wel eigenlijk de kracht van deze metaaldetector gebruiken. Dat kan. Dat kan heel goed, want de standaard settings zijn heel goed. Dat zonder al de veranderingen in die instellingen, zonder het persoonlijk te maken, je met de fabrieksinstelling heel goed kan zoeken. Je staat op een park of op een veld, dan kies je met de bovenste, kies je gewoon de modus in waarin je bent. Op dit moment staat hij op veld. Stel je voor, ik wil niet met Hyper-Q, maar met een single frequentie zoeken, dan kies je die frequentie uit. Dat zal in dit geval bijvoorbeeld in mijn geval 15 zijn. Je houdt deze ingedrukt totdat de noise cancelling gaat lopen. Die zorgt voor alle bijgeluiden dat die uitgefilterd zijn. En je bent klaar om te gaan. Dit was in de notendop even een introductie van de Quest V80. Ik vond het gewoon leuk om eventjes jullie kennis te laten maken met deze metaaldetector. Jullie hebben hem zonder dat jullie het doorhebben al lang in actie gezien. Want ik heb er al een paar keer mee gezocht en video's mee gemaakt. Dus voor de goede opletter heb je hem al op het veld gezien. Laat vooral in de reacties achter wat jullie vinden. Laat vooral in de reacties achter of jullie positief of negatief ernaar kijken. Wat jullie ervan vinden. Hoe jullie het eruit vinden zien. En wat jullie verwachting zijn van deze metaaldetector. Voor nu bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.